Kelly Paulus' eerste oefenduel vandaag met KRC Genk in Aken. Met een vrij behoorlijke prestatie. Ja, we winnen hier met 2-0. Het had eigenlijk nog veel meer moeten zijn. We hebben heel veel kansen gehad. Wat ongelukkig in de afwerking, maar dat heeft zijn tijd nodig. Maar we hebben laten zien dat we voetbalkwaliteiten genoeg hebben in de ploeg. En de sfeer is goed en blijven werken en blijven verder trainen. En dan zou dat in orde moeten komen. Het team heeft zich ook vrij serieus versterkt. Ja, aanvallend heeft het zijn eigen heel veel versterkt. Waar dat we vorig seizoen ook wel niet slecht gedaan hebben, maar we missen daar toch nog wel aanvallende impulsen. Dus dat moet nu de komende weken op punt staan. En normaal gezien moeten we veel beter zijn dan vorig seizoen. En nu is het echt KRC Genk. Ja, nu is het echt KRC Genk. Een hele verandering ook. En ik denk dat dat voor iedereen plezanter is dat we nu KRC Genk heten. En dat we toch bij KRC Genk behoren. Jij kan al vergelijken. Merk je al duidelijk wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen? Met nu het KRC Genk is? Ja, het is toch wel professioneler allemaal. We hebben ook een nieuwe trainer en zo. Dus dat is toch wel allemaal grote verbetering. Ook qua accommodatie en zo is er verbetering. Dat is allemaal positief. Dus. Het is natuurlijk nog heel vroeg, maar dit Genk, welke ambitie mag die zich voorstellen? Ik zeg altijd, ik hoop zo hoog mogelijk natuurlijk. Maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn. Kampioen, ja, dat denk ik niet. Maar alles is natuurlijk mogelijk. Maar ik denk wel dat we ambitie moeten hebben voor toch in de top 3 te staan. Vind ik toch, dat we daar moeten van uitgaan. En we zullen wel zien, match per match bekijken. En we zullen wel zien waar dat we uitkomen, zo hoog mogelijk. En dan volgend weekend nog een interessante tegenstander met PSV Eindhoven. Ja, ik denk dat dat nog een trapje hoger is dan dat we deze week deze match hebben gespeeld. Dus dat is technischer, qua fysiek is toch ook wel veel hoger PSV. Dus dat zal ook wel al uitwijzen hoe ver dat we staan. En waar dat we nog moeten de komende weken aan werken. Oké, dan wens ik jou heel veel succes. Dank je wel. En ook volgende week. Ja.